Welke wit proefwhisky, mijn part? Ik weet het niet. We gaan afronden. Laatste rondje. Yes. Nou, ik ben een beetje huiverig. Ja? We hebben, nou... Het gaat er meer om de benaming van de whisky. Oh, ja. We zijn al vaak genoeg teleurgesteld door bepaalde benamingen. De Penryck, Rioch. Ja, Intense Pieten. Ja. Is de Briny of de Briny? Nou, de Birny. Birny Moss. Ja, dit is een Speyside / Highland whisky. Het is een beetje van hoe ze het bekijken, dat is Abelauer. Een keer wat is Abelauer, Speyside, andere keer tijdens Highland. Maar dit is intensely peated. Ja. Is de eerste Ben Rieck met een review doen, hè? Op het kanaal. Ja. Oh, ja. Nou ja. 1898 opgericht door John Duff, als ik niet vergis, die heeft de distillerij gebouwd. Ondertussen is een dame aan de leiding als master blender, Dr. Rachel Berry. Dat is ook mijn dokter ook nog. Wat wel apart is bij mijn Rioch, is dat ze drie verschillende stijlen whiskies eigenlijk uitbrengen. Dat is gewoon een unpeated, classic unpeated noemen ze dat zelf. Highland Peated en Triple Distilled. Oké. Okay. Ja, Triple Distilled is eigenlijk normaal voor de Ieren. Die houden zich daar mee bezig. De Schotten houden zich gewoon bij twee keer distilleren bezig, normaal. Ja, dit is dan een Peated variant. 35 ppm. Afhankelijk wie je vraagt of het wel veel of weinig is. Maar ja, dit is een Space Site, dus... Ja, ja. Dit is nog gewoon een Space Site. Ja. 48%. Volgens mij is ook wat iets aan de hogere kant voor hun. Niet bij Eclipse. Dat is duidelijk. Dat was wel grappig, want op sommige websites wordt er wel bij vermeld. Of ja, sommige websites, maar jongens, bij webshops, websites, verschillende bronnen, wordt wel bij gemeld dat er wel bijgekleurd is. Maar het staat gewoon heel duidelijk op de koker: Natural Color en dan nog Non-Chill Filter. Mooi. Want wij pakken hoeven niet uit de fles te drinken. Een stevige plop. Nou. Het was kurk. En dit is eigenlijk... Pietrook. Maar wat gierig. Nee, je moet nog stoppen. Hé, hey, dit is wel turf. Maar het is wel Speyside turf. Het is niet geen Isla turf. Het is nee. Maar het is wel durf. Ja. Dat mag ook wel. Check. Gaat de goede kant uit. En voor de rest, wat meteen als eerste opvalt is, behalve de turf dan, is vanille en het hout. Ja. Maar... Wil ik ook meteen erbij zeggen dat er perzik op zit. Perzik. Ja. 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 Mit eins. Maar buiten dat is het vrij weinig op de dan neus. Dan heb je hem gehad. Ja. Ja. Standje. Oké. Okay. Turf. Zoete turf. En... Zoete turf. Fruitig. Ja. Maar? Best een vettige mondgevoel. Ja. Een beetje. Maar als je terug gaat naar fruit, dan is het wel een beetje tropisch. Hmm.
En ik denk van alles een beetje, want niet zo van, oh ja. Nee, zo'n fruitsalade-achtig iets. Ja. Beetje van alles wat. Maar er zit ook wel chocola op. Het is geen complexe whisky. Nee, dat niet. En voor een Speyside doet hij zijn naam wel eer. Qua... Ja. Dit zou een vriendelijke, soepele Isla zijn. Qua ja. Durf. Maar voor een Speyside is het wel een Desi Piet. Ja, gelukkig. Nee. Maar ik denk ook dat de 48%, dus de alcoholpest, dat speelt ook echt wel een rol. Ja. Dat helpt het ook wel. Kijk, als er nou 43% was gebotteld, dan denk ik dat het dan wel een beetje tegen zou vallen. Dat ja. Het te flauw zou zijn. Ik vind hem leuk. Mm-hmm. Afdronk vind ik wel vrij kort. Mm. En wat blijft hangen is... Het is gewoon een beetje turfrook en wat zoet fruit. Het is gewoon een beetje te voortzetten van de neus en pellen. Maar ja, is dit een whisky wat je even moet laten staan of zou het eigenlijk alles in één keer aanwezig moeten zijn? I don't know. Na een paar slokjes komt de granen wat minder voor, de mout, maar het is niet echt waar je denkt van, oh ja, dat is nu echt bij, het komt wat meer. Hmm. Het is allemaal, ja, het klinkt allemaal heel, voor een Speyside is het, Intensie Piet, het van Island. Als een Island zou zijn, niet. Nee, maar dat is ook geen Island. Nee, maar het is nog steeds alsnog een vrij delicaat zachte whisky, ondanks de pietiness. Ja, en ondanks de agrediet. Ja, meens. Ik vind hem best goed gelukt. Ja. Voor een Piet het Speyside. Lekker. Ja. Ik kan er niet veel slechts over zeggen. Qua prijs tussen de 35 en 45? Zoiets ongeveer, ja, een beetje van waar je kijkt. Ik moet zeggen, hoe vaker ik terug ga, hoe meer dat vegetale nuance aanwezig is. We hadden het eerder ook vanavond over een vorm van turfheid, of hartig, of vegetaal, of ha. Dit is wel meer richting vegetale, dus meer de plantaardige, geturfde. Nee, niks mis mee. Ah, nee, niks mis mee. Het enige waar ik een beetje moeite mee heb, ik heb zo'n idee dat hij meer te bieden heeft, is wat we nu proeven. Kijk, we sluiten nu de avond af met deze whisky. Ik denk als we eerder op de avond geproefd hadden, dat er meer naar voren zou komen. Ah zo, ja. Want we hebben nog een paar smaakbommen achter de rug. Ja, moeten we nog een keer doen. Misschien gewoon even een review. Ja, maar gewoon samen met een unpeated battery achter als we naast elkaar zitten. Oh ja. Dan hebben we tenminste een smoes om weer op te trekken. Ja, dat is waar. Want ja, het lijkt ook een beetje een noot. Ik zou bijna zeggen dat er iets van de hazelnootachtig is ook nog op zet. Maar ik durf niet, na wat we allemaal geproefd hebben, om dat echt als proefnotitie erbij te zetten. Vooral voor het geld vind ik eigenlijk wel een goede whisky hoor. Lekker. Is het ook weer eentje voor blind te zetten bij een bepaald iemand? Weet niet. Ja, kan. Misschien kun je alles blind vol zetten. Ja, trek je toch allemaal. Ja. Nou, dat is het laatste rondje. We gaan het laatste druppeltje drinken, een beetje opruimen en dan is het... Bad day. Nee. Ja. Bedankt voor het kijken. Slaatje.
Wij hebben provincie. Ja. Dat is een rondje. Maar wat gierig. Ja, je moet nog stappen. Je moet nog stappen. Je schenkt eigenlijk wel bij als het bevalt. Ja, is goed. Met Heinz. Met Heinz? Ja, met Heinz. Heinz ketchup. Met Heinz! Zou je daar zien als over een paar weken nog eens keer proeven? Ja. Nee, ik denk niet. Dat is een burning mood. Nou, zo blij dat ik deze achteraan gedaan. Ja, lekker. Maar nogmaals, ik denk dat we nog eens een keer naast een normale Belgier moeten zetten. En niet eerder in de opnamesessie. Ja. Nou, van Space Side is echt een goed gepiet geturfde whisky. De prijs valt ook al mee eigenlijk, hè? Ja, dat was nu goed kop. Ja, nee. Ja. Ik hoor al bepaalde mensen zeggen, nee, maar dat is nog niet een statement. Ja, nou wel. Zo, 48%.